Hier zie je twee windmolens. Ze werden gebouwd rond de jaren 1798, dus ze zijn meer dan 200 jaar oud. Eerst zie je de klokkenmolen, ook de stenen molen genaamd. Deze is eigendom van de gemeente. De molen een beetje verderop heet Mortiersmolen, omdat de laatste molenaarsfamilie die daar woonde Dumortier heette. Deze molens zijn ook beschermde monumenten en mogen dus net als de priesterage niet worden afgebroken. Merk je het verschil tussen de twee molens? De eerste molen is uit steen en de tweede uit hout. Maar beide dienen ze om graan te malen. Het graan wordt tussen twee grote ronde stenen geplet tot bloem om later brood mee te bakken. De wieken van de molen doen de stenen draaien. Weet jij hoe de wieken draaien? Inderdaad, door de wind natuurlijk. Tegenwoordig wordt het graan gemalen in een fabriek met grote machines. Weet jij hoe Amandine haar brood bakte? Ze ging naar de oude molenstraat waar ook een graanmolen stond. Die kunnen we jammer genoeg niet meer bezoeken omdat hij werd afgebroken. Maar de straat heet wel nog altijd de Oude Molenstraat.